eisende partij, meneer Santokki, de president van de Republiek Suriname, niet aanwezig kan zijn, maar zich laat vertegenwoordigen door de ambassadeur, meneer Kagi, en u wordt bijgestaan door meneer Gonesh. En aan de andere kant hebben we meneer Van den Berg in persoon. En u bent er namens zichzelf, maar ook, neem ik aan, namens Invest International, bijgestaan door meneer Reniers' advocaat. Dank u wel, mevrouw de president, meneer de griffier, geachte aanwezigen. Namens cliënt die sinds 16 juli 2020 het ambt van president van de Republiek Suriname bekleedt, sta ik hier vandaag ten overstaan van u om uw aandacht te vragen voor de schending van zijn recht op eer en goede naam en zijn recht op privacy. Het geschil waar we vandaag mee te maken hebben is de onrechtmatige publicatie van gedaagden waarin cliënt valselijk wordt beschuldigd van corruptie op het hoogste niveau. Deze beschuldigingen, gekoppeld aan een suggestieve context en blootvorming, hebben een verwoestend effect op het imago en de integriteit van mijn cliënt. Het belang van hem om niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige, ongesubstantieerde verdachtmakingen dient zwaarder te wegen dan het eventueel beweerlijk belang dat zou worden beoogd door de publicatie, maar zeker ook zwaarder te wegen dan het particuliere belang die gedaagden in zakelijke geschillen zouden kunnen hebben met voormalige zakenpartners. Het hart van dit geschil wordt gevormd door de publicatie van gedaagden waarin cliënt op de voorpagina in de cover wordt afgebeeld en genoemd in samenhang met de beschuldigende tekst corruptie op het hoogste niveau. Deze titel, gepaard met de subtitel Zaken doen in Suriname, plaatst cliënt onmiskenbaar in een negatieve context zonder bewijs of rechtvaardiging voor die beschuldigingen. De beschuldiging van corruptie kan over niemand anders gaan dan inderdaad over de man die op het hoogste niveau staat in Suriname, de met zijn statieportret afgebeelde president, de heer Santokki. Verder wordt cliënt op een latere pagina van de publicatie afgebeeld onder de kop hoofdrolspelers, waarmee de suggestie wordt gewekt dat hij een centrale rol speelt in vermeende corruptiepraktijken. Deze publicatie is onmiskenbaar onrechtmatig ingegaan. Het belang van hem om niet zonder enige substantiering onderworpen te worden aan valse beschuldigingen en verdachtmakingen is van cruciaal belang, vooral gezien zijn positie als president. Gedaagden hebben nagelaten om enige grondslag, laat staan bewijs te leveren voor beschuldigingen, waardoor de integriteit en de reputatie van hem ten onrechte wordt aangetast. De suggestieve context waarin cliënt wordt gepresenteerd als een corrupte hoofdrolspeler zonder enige feitelijke onderbouwing vormt een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. De openbaarmaking en of ter beschikkingstelling van de publicatie door gedaagden is onrechtmatig en het belang van cliënt om verschoond te blijven van deze ongefundeerde zware beschuldigingen en zich te kunnen verzetten tegen het recht op zijn eer en goede naam heeft voorrang. En ook heeft hij redelijk belang om zich in de gegeven context te verzetten tegen de openbaarmaking van zijn portret. Met dit gebruik wordt ten onrechte door gedaagden de suggestie gewekt dat cliënt corrupt en gewelddadig zou zijn, dat geen inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer. Een en ander geldt ook voor de zelfstandige openbaarmaking en of ter beschikkingstelling van de voorpagina en of pagina 11 van de publicatie. Nu de aangevochten, ongesubstantieerde beschuldigingen hier zonder meer zijn weergegeven. Cliënt heeft ook een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, omdat de aangehouden en gevraagde delen uit de publicatie nog steeds aan het publiek ter beschikking worden gesteld en als we speak op grote schaal in een snelle vaart onder het publiek wordt verspreid. Dat is een confesso. Op het in de dagvaarding aangehouden account van gedaagde Van den Berg wordt gesproken over het viral gaan van de publicatie. Ook Van den Berg zelf spreekt van een groot succes, waarmee hij kennelijk bedoelt dat zijn publicatie goed wordt verkocht. In een interview met de digitale krant Waterkant op 26 januari van dit jaar zegt hij over de publicatie, en ik citeer, het is als een bom ingeslagen en de verkoop in Nederland is buitenproportioneel. In de quote, dat is overgelegd als productie 8 bij de dagvaarding, worden hier Van den Berg als navolgend geciteerd. De aantallen wil ik onderhouden, maar we willen nu een tweede druk gaan doen. We hebben in Nederland al een exploot aan de deur gehad die niet wil dat ik het gezicht van de president gebruik.
daar is volgende week een kort geding over. Wij gaan de koffer niet wijzigen, tenzij we daartoe verplicht worden. Dit geeft al aan, mevrouw de president, dat de heer Van den Berg van zins is door te gaan met zijn onrechtmatigheden, behalve wanneer hij daartoe verplicht zal worden, kennelijk met een toewijzend vonnis in deze zaak. Het belang en spoedeisendheid van de vorderingen van cliënten is daarmee gegeven. Gedaagde hebben geen conclusie van antwoord genomen of anderszins tegenover cliënt of mij inhoudelijk gereageerd op de dagvaarding, behalve eergisteren met toezending van heel wat producties. Ik zal me daarom beperken tot een aantal punten die nog enige aandacht verdienen. De insinuatie in de publicatie dat mijn cliënt betrokken zou zijn bij corruptie en geweldmisdrijven wordt elders expliciet weerlegd door meneer Van den Berg. In een recent interview met Colt heeft hij toegegeven dat de publicatie geen enkele onderbouwing biedt voor beschuldiging aan het adres van cliënt en dat het gebruik van het portret op de voorpagina louter om publieks aandacht te genereren is gedaan zonder enige reden. In het interview, dat is productie 9 overgelegd, wordt hem de vraag gesteld, meneer Van den Berg, president Santokki had maar weinig met uw pluimveehouderij van doen, ondertussen beschuldigt u hem van corruptie. Doet u dat om publiciteit te genereren? En meneer Van den Berg zegt, het boek beschrijft mijn ervaringen in Suriname en ik heb gezocht naar een voorpagina die aanslaat. Maar we hebben niemand beschuldigd van corruptie, dat staat er ook niet in. De interviewer zegt, het boek heeft zaken doen in Suriname, corruptie op het hoogste niveau en u heeft niemand van corruptie beschuldigd, waarop de heer Van den Berg zegt, nou ja, hoe zal ik het zeggen? In het boek maak ik zeker geen verwijzing naar de president. Er is natuurlijk wel corruptie, zegt hij, maar het is dusdanig zo geschreven dat de lezer zijn conclusie moet trekken. Het gebrek aan feitelijke onderbouwing voor de beschuldigingen van corruptie tegen mijn cliënt door gedaagden wordt ook herhaaldelijk bevestigd door Van den Berg in andere media. Dit artikel in Kool benadrukt niet alleen dat gedaagden geen bewijs hebben voor hun verstrekkende insinuaties, maar het maakt ook duidelijk dat ze zelf ook niet geloven dat mijn cliënt iets met het door hen beweerde onrechtmatige of onregelmatigheden te maken heeft, laat staan dat hij een hoofdrolspeler zou zijn. In essentie wordt dus niet alleen de inhoud van de beschuldigingen weerlegd, maar ook hun geloof in hun waarachtigheid door degenen die ze in eerste instantie hebben geuit. Gedaagden hebben, anders gezegd, intentioneel zeer ernstige, onjuiste verdenkingen bij het grote publiek in het leven geroepen. Verdenkingen waarvan het voorzienbaar was en aannemelijk dat deze substantiële reputatieschade bij IJzer in het leven zou roepen. Ten overvloede merk ik in dit verband nog op dat ook indien geen ernstige gevolgen voor IJzer waren of zijn te verwachten van de publicatie, deze aanspraak kan maken op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Hoge bomen van de veel wind, een adagium dat impliceert dat publieke figuren zich in de regel meer moeten laten welgevallen dan niet-publieke figuren. En dat geldt ook ten aanzien van politici. Maar daar heeft het Europese Hof zich al eerder over uitgelaten in de zaak Lingens tegen Oostenrijk. Maar ook tegenover politici is de vrijheid om te roepen wat men wil, mevrouw de president, uiteraard niet onbegrensd. Ook hun eer en goede naam verdienen bescherming, zelfs als zij in hun politieke hoedanigheid onderwerp van discussie zijn. In zulke gevallen is men erop aangewezen om een afweging te maken van het belang van de besproken politicus met het belang van het maatschappelijk debat over de aangekaarte politieke onderwerpen. Zoals in de dagvaarding hierboven al diverse keren aan de orde is gekomen, werd de publicatie, afgezien van blote beschuldigingen op de voorpagina en op pagina 11, met geen woord over de wijze waarop IJzer met corruptie en geweldsmisdrijven in verband zou kunnen worden gebracht. In dit licht kan dus ook onmogelijk door gedaagden worden hardgemaakt dat de betrokken verwijzingen naar IJzer in de publicatie bijdragen aan het maatschappelijk debat. En voor zover straks betoogd zou worden dat cliënt deze referenties zou moeten accepteren vanwege het algemeen belang dat zijn beleid ter discussie zou moeten kunnen worden gesteld, gaan zij aan voorbij dat de publicatie op geen enkele wijze bijdraagt aan een eerlijke arena voor dergelijke discussies. De publicatie trekt niet openlijk onderbouwd beleidskeuzes of gedragingen van cliënt in twijfel. Laat staan wat in de publicatie vermelding of melding wordt gemaakt van enig houdend fundament dat aanleiding zou kunnen geven voor aanhoudende beschuldigingen richting hem. Ook verhoor en wederhoor door gedaagden is geen ruimte geboden.
De opmerking van Van den Berg dat de publicatie niet als een corruptiebeschuldiging aan het adres van de president bedoeld zou zijn en daarvoor ook geen aanleiding geeft, alleen als naar de uitleg dat de gebruikte uitlading en bijdrage zouden kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie hierover in de weg. Ik zeg nu iets buiten de pleitmoed om. De staatsjournalname is uiteraard geen partij in deze kwestie. Maar op de achtergrond speelt wel het belang van de staat zeker een rol nu de Surinaamse president in een kwaad daglicht wordt gesteld. En je zou kunnen zeggen dat het belang van de staat Suriname geen direct belang is wat ik heb aangegeven, maar wel een indirect belang. En om het plaatje compleet te maken, sta ik toch stil bij een aantal aspecten die ik nu ga benoemen. Naast het persoonlijke belang van cliënt dient ook wat ik noem het publieke belang in oogenschouw te worden genomen. Het staatshof mag niet enkel op deze wijze en in deze context dienen als instrument voor verkoop, marketing en publiciteitsdoeleinden. Met name in een boek dat, zo begrijpen wij uit verklaringen van Van den Berg in de media zelf, voorkomt uit een feit tussen hem en enkele zakenleden in Suriname. En het onredelijke gebruik van het staatshof voor dergelijke doeleinden ondermijnt niet alleen de integriteit van het ambt van president, maar ook het vertrouwen van het publiek in de objectiviteit en de neutraliteit van de regering. Het land Suriname bevindt zich in een cruciale fase van wederopbouw, waarbij het aantrekken van buitenlandse investeerders essentieel is voor economische groei en ontwikkeling van de president. Echter, gedaagde in het bijzonder gedaagde Van den Berg, tracht de Suriname en Surinaamse bedrijfsleven schade te berokkenen uit wraak en teleurstelling over zijn zakelijk avontuur in het land. En deze publicatie vormt geen serieuze onderzoeksjournalistiek, maar eerder een persoonlijke relaas van gedaagde Van den Berg, bedoeld om potentiële investeerders af te schrikken en twijfel te zaaien over de integriteit van Suriname als investeringsbestemming. De publicatie vormt geen serieuze poging tot onderzoek of vergelijking met andere zaken, sectoren en ondernemers. Het is, zoals ik heb aangegeven, een persoonlijk relaas van gedaagde Van den Berg, benoemd om algemene conclusies te laten trekken door potentiële investeerders in Suriname. Maar het bewust gebruik van het staatshoofd in woord en beeld door gedaagde is niet alleen onrechtmatig jegens mijn cliënt, maar vormt ook een aanval op de vermoede pogingen van de Surinaamse regering om buitenlandse investeerders aan te trekken en de economie te stimuleren. Het is evident dat gedaagde Van den Berg heel bewust opereert door doelbewust media zoals de Koer te benaderen, gelezen door ondernemend en vermogend Nederland. En het doel is duidelijk: het beschadigen van het imago van Suriname en het Surinaamse bedrijfsleven om zijn persoonlijke agenda na te streven. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht dat wordt beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving. En dit recht geeft individuen de vrijheid om hun mening te uiten, zonder censuur of beperkingen van de overheid. En het is van groot belang voor een democratische samenleving en bevorderd een open uitwisseling van ideeën en informatie. Maar ook die vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en kan deze worden beperkt wanneer dit nodig is ter bescherming van andere belangrijke waarden en rechten. In dit geval gaat het om het recht op eer en goede naam van een cliënt, het recht op privacy en ook, als je dat doortrekt, het algemeen belang van Suriname door potentiële investeerders niet af te schrikken. En de belangenafweging die hier plaatsvindt heeft niets te maken met de vrijheid van meningsuiting, maar eerder met de grenzen daarvan en de bescherming van andere fundamentele rechten en belangen. De publicatie waarin valse beschuldigingen worden geuit tegen cliënt gaat verder dan het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting. Het vormt een inbreuk op de eer en goede naam van cliënt en schendt zijn privacy. Daarom is een belangenafweging die hier plaatsvindt gericht op het vinden van balans tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en de bescherming van andere fundamentele rechten en het algemeen belang anderzijds. Dan de overgelegde producties. Ik
horen straks graag de toelichting van de wederpartij bij die producties. Maar in het algemeen kan ik zeggen, ik heb een aantal producties bekeken waarin staatshonden van Rusland, van Amerika en China worden afgebeeld en besproken als vergelijking met de publicatie over het staatshoofd van Suriname. Dat is wat mij betreft een ridicule argument. Om deze vergelijking gaat mank om verschillende redenen. Er heeft dus in Rusland, Amerika en China wereldmachten met een geheel andere geopolitieke status. Economische omvang en invloed op het wereldtoneel van Suriname. Het staatshoofd van de wereldmacht heeft doorgaans te maken met een veel breder scala aan internationale kwesties en politieke vraagstukken dan het staatshoofd van een klein land in ontwikkeling zoals Suriname. Ten tweede zijn de lezers van de publicaties over de staatshoofden van Rusland, Amerika en China vaak wereldwijd verspreid en vertegenwoordigen zij een diverse en internationale doelgroep. In het geval van Suriname, mevrouw de president, zijn de lezers van dergelijke publicaties waarschijnlijk voornamelijk geconcentreerd in Nederland en Suriname, met een nauwe taalkundige, culturele, historische en sociale verbondenheid tussen de beide landen Nederland en Suriname. Daarnaast is het van belang op te merken dat het gebruik van afbeeldingen en besprekingen van staatshoofden in publicaties altijd contextafhankelijk is. In het geval van de publicatie over het staatshoofd van Suriname is het niet alleen het gebruik van de afbeeldingen op zichzelf problematisch, maar ook de suggestieve context en beschuldigingen die aan die afbeelding gekoppeld zijn zonder enige grond of rechtvaardiging. Ik ga op dit moment niet in op alle overgelegde producties. Ik vermoed dat de wederpartij straks ook een beroep zal doen op productie 23. Even buiten de plekkende aanleiding griffier. Productie 23 van gedaagde, dat zou de nieuwe kaft moeten voorstellen. En ik heb even moeten zoeken wat het verschil is tussen de huidige kaft en de nieuwe kaft. Het enige verschil is dat achter corruptie op het hoogste niveau een vraagteken staat. De nieuwe kaft is even erg als de huidige kaft. Het maakt het niet minder suggestief, vooral nu elke substantiering zal blijven ontbreken. En mevrouw de president, de vraag stellen op de kaft is haar ook direct beantwoorden. Ik kom tot een conclusie. Het staatshoofd van Suriname, zoals in veel landen, kan prominente publieke figuur zijn. En als zodanig kan heel veel onderworpen zijn aan een hoog niveau van publieke aandacht en kritiek. Echter, het feit dat iemand een publieke figuur is, betekent niet dat hij zijn recht zal hebben op privacy of op bescherming tegen lasterlijke of smadelijke uitspraken. Gedaagden hebben opzettelijk de indruk gewekt bij het grote publiek dat zij beschikken over feitelijke informatie die suggereert dat iemand corrupt is en betrokken is bij geweldsmisdrijven of tenminste bij activiteiten waarbij het gebruik van wapens betrokken is terwijl het tegendeel waar is. Niet alleen zijn deze genoemde suggesties en beschuldigingen van gedaagden niet gestaafd door feiten, maar zijn opzettelijk verzonnen door gedaagden om de verkoop van de publicatie te stimuleren. En dit handelen is niet alleen uiterst onfatsoenlijk, maar is zeer schadelijk en onrechtmatig, Jezus Christus. En op grond van artikel 162, boek 6b en uithoofde van zijn redelijk privacybelang zoals vastgesteld in artikel 21 van de auteurswet, heeft u daarom recht op het gevraagde verbod met betrekking tot de publicatie en heeft u recht op een bevel waarin gedaagden worden opgedragen de gevraagde rectificaties te publiceren. Ik dank u voor de aandacht. Mevrouw de voorzitter, ik concludeer ten eerste dat bij regel 7 een nieuwe productie wordt ingebracht. Ik wil u vragen deze buiten beschouwing te laten. Ik heb deze niet teruggezien in de producties. Misschien vergis ik me. Heeft u ze in de producties gestuurd? Ja. Jazeker. U maakt daar bezwaar tegen. Dit is een citaatje uit een... Ik heb het over de screenshot. Ik doe daar bezwaar tegen. Maar. Ja, ik zie hem niet terug in de producties. Productie 7. Excuus. Productie 7 werd een dagvaart. Dat was natuurlijk de... De foto, ik zie je. Jazeker. Er is op zichzelf niks op tegen om op die manier dat dan in de pleitnota te pakken. Dan ziet u ook het citaat. Dat blijft helemaal gelijk. Ik trek dat terug. Even kijken, waarom zijn we hier nou eigenlijk?
De zaak gaat over Gerrit van den Berg, een schrijver en ondernemer die gedurende 15 jaar in Suriname een bestaan als pluimveehouder probeerde op te bouwen, maar hierbij te veel werd tegengewerkt. Hij werd geconfronteerd met zoveel tegenwerking dat hij uiteindelijk besloot ermee te stoppen. Die besluit kwam nadat hij en zijn vrouw een overval meemaakten, waarbij ze ten nauwe nood overleefden dankzij de heldhaftige verdediging van Gerard met een vuurwapen. Daarnaast werd zijn onderneming onterecht gesloten door de overheid. Hij liet een miljoenenbedrijf achter in Suriname vanwege het gebrek aan perspectief om het bedrijf succesvol voort te zetten. Gerard besloot om ondernemers die overwegen om naar Suriname te verhuizen en daar hun geluk te beproeven, te waarschuwen voor de valkuilen waar ze tegenaan zouden lopen. Hij probeert dus niet Suriname een hak te zetten, zoals mijn confrère dat stelt. Hij probeerde te waarschuwen voor de valkuilen. Tegelijkertijd wilde hij de Surinaamse bevolking een kijkje laten geven in hun eigen land vanuit een extern perspectief. Op deze manier konden mensen lezen en zien hoe Suriname er nu voor staat vanuit het oogpunt van ondernemers in het land. Zodat zij die vergelijkbare ervaringen hebben, zich gesteund zouden voelen en de bevolking op de hoogte zou zijn van wat zich allemaal afspeelt. Door middel van de feiten die hij presenteerde, kan het publiek zelf bepalen of er sprake was van corruptie in Suriname en of dat zich afspeelde op het hoogste niveau. Hij koos ervoor om de president van Suriname op de koffer van het boek te plaatsen om hem aan te duiden als een van de hoofdrolspelers. Daar is hij heel eerlijk over. Het is een hoofdrolspeler. Niet omdat Gerard hem als een corrupt iemand beschouwt, maar omdat Gerard alles wat hem overkwam met de president in persoonlijke gesprekken had gedeeld. Zoals hij uitgebreid in het boek bespreekt. Hij heeft de president meerdere malen gesproken en dat komt terug in het boek. De reactie van de president op het boek en zijn aanduiding als hoofdrolspeler was echter heftig te noemen. Hij besloot het boek volledig te verbieden, eerst in zijn geheel in Suriname en vervolgens alleen met zijn portret op de koffer en zijn rol als hoofdrolspeler erin vermeld. En dit is waarom we nu hier zijn. Ik zal me nu richten op de inhoud van de dagvaring en dat doe ik stapsgewijs zoals de dagvaring is opgesteld. Maar eerst wil ik niet ontvankelijk verklaren van een ambt. Het moet vastgesteld worden dat een president in de vorm van ambtsdrager geen aanspraak kan maken op portretrechten. Daar zijn die helemaal niet voor bedoeld. Het portretrecht behoort toe aan de geportretteerde persoon. En in dit geval is dat de heer Santokki als privépersoon, niet als drager van zijn ambt aan het instituut van de staat of aan de staat zelf. Daar is ook geen indirect belang bij. Dat speelt niet in het portretrecht. En dat wordt wel aangehaald. Dat wordt ook bevestigd door de aangehaalde artikelen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die belangen met betrekking tot het portretrecht afwegen. De rechten zijn mensenrechten. De staat en het ambt van president hebben bijvoorbeeld geen levensfeer en eer om te beschermen. Ik zou niet zien hoe. De dagvaring is in feite uitsluitend gebaseerd op het portretrecht. Er wordt niets onderbouwd of bewezen over de gestelde andere onrechtsmatigheden. Die worden er ook direct door gedaagde betwist. En hierdoor dient president Santokki in zijn hoogdadigheid als president van de Republiek Suriname als ambt, staat of instituut van de staat nooit ontvankelijk te worden verklaard. We hebben ook een ontvankelijkheidsprobleem door gebrek aan spoedeisend en belang. De eisen moet daarnaast niet ontvankelijk worden verklaard vanwege het gebrek aan spoedeisend en belang. Dit wordt gestaafd door een aantal feiten. Ten eerste kan de eerste druk niet meer worden teruggeroepen. Deze is uitverkocht. Het valt niet terug te roepen. Het boek met de koffer waarop de eisen klaagt, waarover de eisen klaagt, wordt er tweede onder ook digitaal verspreid in Suriname. Mijn collega zegt het net zelf, via WhatsApp en andere social media. Hoe moet gedaagde dit tegenhouden? Dat kunnen ze helemaal niet. De koffer van het boek is inmiddels vernieuwd, daar wordt ook over gesproken. Er staat een vraagteken achter. Daar heeft IJzer ook om gevraagd. In de dagvaring geeft hij aan, er staat geen vraagteken achter. Dus het is een vaststelling. Nou, de nieuwe koffer is dan in ieder geval sowieso geen vaststelling, want er staat een vraagteken achter. Dus dat hele belang verdwijnt. Ook de link naar de oude koffer is verwijderd. Ook volgens de wens van de IJzer en via de link in de nieuwe koffer. Is de koffer, of via een link naar de nieuwe koffer, is die koffer met een vraagteken te zien. Nou, daar vervalt dus ook het spoedeisend belang. En dan vraagt de eisen rectificaties. Dat vind ik opmerkelijk, want
hij heeft toch zoveel last van het feit dat dit in het nieuws is? Waarom zou je dat vragen? Ik weet niet of ze in Suriname gehoord hebben van het Barbara Streisand effect, maar juist door die rectificaties zal alles opnieuw beginnen. En daar had de president Steltuit, wat betwist wordt door gedaagde, zo'n verschrikkelijke last van. Dus ook hieruit blijkt geen spoedeisend belang. Daarnaast is de zaak ook niet geschikt voor een behandeling kort geding. Dat vind ik moeilijk, maar wanneer we daadwerkelijk de belangen afwegen, hebben we te maken met het belang van een privépersoon die president van een staat is. Tegenover de vrijheid van meningsuiting, waaronder het recht op vrije nieuwsgaring van de burger, oftewel het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen, opdat niet door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan. Dat is nogal wat. Deze belangenafweging is eigenlijk te complex om in een kort geding te behandelen. Ik zal het proberen, maar het vergt veel zorgvuldigheid en tijd om elke nuance van de verdragsrechten te behandelen. Iets wat niet haalbaar is binnen de beperkte tijd die een kort geding biedt, zowel voor de gedaagde als voor de eiser. Dan ga ik verder met de inleiding van de eiser in de dagvaarding. Over de inleiding van de eiser. Gedaagde betwisten dat eiser wordt genoemd op de koffer, alleen zijn foto staat op de koffer. Gedaagde betwisten ook dat deze context de suggestie wekt dat eiser corrupt zou zijn of zou meewerken aan corruptie. Ook betwisten gedaagde dat zij met het opnemen van het portret van eiser in de context van de koffer en het portret, plus de naam en de lijst van de hoofdrolspelers, inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de eiser. Alles wat hiervoor is genoemd, wordt door gedaagde uitdrukkelijk betwist. En is in de hele dagvaarding onvoldoende onderbouwd en daardoor niet bewezen door de eiser. Alleen al daarom dient de eiser het in het ongelijkgestelde worden. Eiser maakt door middel van een sommatie aan gedaagde kenbaar dat hij een redelijke privacybelang heeft om zich te verzetten tegen het openbaar maken van zijn portret. In deze volgens eiser diffamerende context en op het anderszins onrechtmatige karakter van de publicatie. Getaagde betwisten dat eiser een redelijke privacybelang heeft tegen het openbaar maken van zijn portret. Betwisten dat dit portret in een diffamerende context is openbaar gemaakt. En betwisten dat er een anderszins onrechtmatig karakter van de publicatie is. De eiser stelt hier drie dingen die hij in de hele dagvaarding onvoldoende onderbouwt en al helemaal niet bewijst. En alleen daarom al moeten de eisen van de eiser naar de prullenbak worden gewezen. Eiser stelt ook dat een LinkedIn-link is naar het boek. Dat heb ik al aangegeven, die is vervangen. Dus gedaagde betwisten dat. Dan komen we op artikel 21 van de auteurswet. De eiser gaat daar meteen aan de slag met de belangafweging, terwijl eerst moet worden vastgesteld of de eiser zich überhaupt kan beroepen op het redelijk belang uit artikel 21 auteurswet. Dat is namelijk voorbehouden aan portretten die zijn vervaardigd zonder een daarvoor strekkende opdracht. En we hebben net gehoord dat die opdracht is gegeven. Dat is een statieportret. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de opdracht niet door gepotenteerd hoeft te worden verstrekt om buiten het kader van artikel 21 auteurswet te vallen. Het zogenaamde statieportret van de eiser is duidelijk in opdracht gemaakt, zodoende kan de eiser zich niet op artikel 21 auteurswet beroepen. Alleen daarom al dient de eiser niet ontvankelijk te worden verklaard, zeker in het ongelijk te worden gesteld. Dan een belangenafweging. Voor zover de rechter oordeelt dat de eiser zich wel op artikel 21 auteurswet kan beroepen. Het volgende. In de belangenafweging die de eiser maakt, worden een aantal dingen gesteld door de eiser die niet voldoende worden onderbouwd of bewezen door hem. Ik benoem ze hieronder. Uit de dagvaarding, de daarin opgenomen belangafweging en de vele artikelen in de Surinaamse media blijkt dat de klacht van de president draait om de koffer in combinatie met de titel en een pagina waarin hij als een hoofdpersoon wordt afgebeeld. Uit de woorden van de president, zijn regering en zijn advocaat blijkt dat er verder niets in het boek staat waar hij zich tegen verzet. Integendeel, hij wordt daarin volgens hemzelf afgebeeld als iemand die tegen corruptie strijdt. Dat wordt bevestigd door mijn collega in productie 8. De gedachte draait er ook niet omheen. Ja, de president is een hoofdrolspeler. Ik heb het net al gezegd in het boek. En gedachte verzetten zich niet tegen de manier hoe de president zichzelf ziet beschreven in de inhoud van het boek als bestrijder van corruptie. Heel goed. De inhoud van het boek staat dus qua tekst niet ter discussie. Alleen het portret van de eiser op de koffer en het feit dat de eiser op een pagina in het boek als hoofdrolspeler staat afgebeeld voor het boek waarin hij wordt aangevoerd
En waarvan hij aanvoert dat zijn portretrecht wordt geschonden. De eisen stoort zich van het feit dat hij een hoofdrol speelt. Volgens hem gaat dit hem in zijn portretrecht. Getuigen betwisten dat. De eisen heeft niet voldoende gemotiveerd waarom zijn portretrecht door de kwalificatie van de hoofdrolspeler wordt geschonden. Er wordt helemaal niet onderbouwd. Dat is ook niet bewezen. Voor zover de rechter tot de conclusie komt dat voorgaande wel voldoende onderbouwd en bewezen is, het volgende. De eiser wordt door een man meerdere keren in het boek genoemd. Zoals bijvoorbeeld op bladzijde 69. Dat is te zien en te lezen in productie 1 van Gedaagde. Ook heeft de eiser natuurlijk een hoofdrol in het land waarin alles in het boek gebeurt, zich afspeelt. Het land dat onder andere in de producties 14, 15 en 16 van Gedaagde voortdurend met corruptie wordt geassocieerd. Ook onder het bewind van de eiser. Het is dan ook niet vreemd dat de eisen als hoofdrolspeler wordt afgebeeld. Zijn portretrechten worden daarmee niet geschonden. Er hangt namelijk geen waardeoordeel aan. Het feit dat hij als een van de hoofdrolspelers wordt afgebeeld en genoemd. De kwalificatie van hoofdrolspeler op zich kan hem niet raken in zijn persoonlijke levenssfeer. Ook niet de eerder goede naam, omdat deze kwalificatie op zich niks zegt. Al helemaal niet, omdat je het boek moet lezen om deze kwalificatie tegen te komen. Je moet hem lezen op pagina 12. Nou, dat blijkt dus pagina 11 te zijn, dank u wel. Daar kom je die kwalificatie pas tegen. Dus als je dat boek leest en er staat daarin dat de president de corruptie bestrijdt, wat is dan het probleem? Ik zie het niet. Even kijken hoor. Pistolennuance. Er wordt geklaagd dat het portretrecht wordt geschonden door het gebruik van het portret op de koffer van het boek in combinatie met een afgebeeld pistool en huls voor de kogels. Dit omdat de suggestie gewekt zou worden, dat eisen in samenhang met het woord corruptie op de koffer ook bij andere criminele activiteiten betrokken is. Te weten het dreigen met en of plegen van geweld en of levensdelicten. Maar de gedaagden betwisten dit ten sterkste. De president heeft dat onvoldoende gemotiveerd en al helemaal niet bewezen. De pistool en de leven Wilson staan op de koffer omdat ze onderdeel van het verhaal vormen. Dat heb ik al in het begin uitgelegd. De president zelf brengt het pistool in verband met criminele activiteiten, terwijl de pistool op de koffer juist het leven van de schrijver van het boek redden. Dat zie je in productie 2. Daar mag de schrijver toch wel over praten. Dat mag hij toch wel op zijn koffer zetten. Bovendien bevatten veel boekkoffers meerdere elementen die niet noodzakelijk aan elkaar zijn gelinkt. Maar op een andere manier dan dat ze allemaal in het boek voorkomen. Zoals ook het geval is in dit boek. Ook om deze reden moet het beroep op de schending van de portretrechten van de eisen worden verworpen. Corruptie op het hoogste niveau, dat is de titel met een vraagteken. De eisen beweert dat zijn portretrechten geschonden zijn in context met de woorden corruptie op het hoogste niveau. De gedaagde betwisten dat. Ook voor zover de eisen stelden dat de woorden een rechtstreekse beschuldiging aan hem zijn. Dat is niet waar. Eisen heeft in beide gevallen niet voldoende gemotiveerd om te bewijzen dat dit zo is. Over de context van de woorden in samenhang met de foto van de president stellen gedaagden zich op het volgende. Deze woorden beschuldigen in tegenstelling tot wat de eisen beweert niet de president van corruptie. In productie 22 van de gedaagden ziet u een koffer van de verfilming van het wereldberoemde boek Murder on the Orient Express. Waarom haal ik die er nabij? Op deze koffer zijn meerdere personen afgebeeld, waaronder de detectieve die het oplost. Murder on the Orient Express betekent niet automatisch dat die detectieve die moord heeft gepleegd. Sterker nog, dat wordt op geen enkel keer in het boek of de film verweten. Dus de woorden linken niet automatisch de personen die op de koffer staan. Dat is helemaal verkeerd geïnterpreteerd door de eiser. Maar ja, voor zover de rechter tot de conclusie komt dat de woorden eisen wel in verband brengen met corruptie, moet ik helaas concluderen dat de actie van de president en zijn regering tegen de bestreden koffer, die al voor zijn geweest. Uit producties 3, 4, 5 en 6 van gedaagde blijkt dat de regering graag baantjes weggeeft aan familie en vrienden. Zo stelt de eiser zichzelf in het interview met productie 3 van gedaagde persoonlijk verantwoordelijk voor het plaatsen van zijn vrouw in de raad van commissarissen van staatsoliebuffet. Hij zegt dat hij erin zet. Hij zet haar in.
zoals hij dat beschrijft. Vicepresident Brunswijk gaat ondertussen in productie 5 en productie 6 van gedaagde ruimhartig toegeven dat hij zijn broer bevooroordeelt door hem te benoemen voor baantjes, want zelfs zegt hij, zijn familie en vrienden moeten ook kunnen eten. Nou, had ik maar zulke familie, want ik eet nogal veel. De vicepresident stelt vast dat het allemaal wel meevalt. Zijn broer heeft maar 3 baantjes van hem gekregen. Andere vrienden en familie wel 10. Zowel vicepresident Brunswijk als president Satoki geven in hun interviews aan dat de baantjes worden weggegeven in samenspraak met en door de coalitie. Dat is dus zijn eigen regering. We moeten daarnaast de veel te enge strafrechtelijke definitie van de eisen opzij leggen als het op corruptie aankomt. En kijken naar de vormen van corruptie zoals deze worden benoemd door de gerenommeerde organisatie tegen corruptie. Dat is Transparency International. Het wordt beschreven in productie 14 van gedachten. We lezen dan ook dat het geven van baantjes aan familie en vrienden onder corruptie valt. En datzelfde Transparency International, die op de jaarlijkse corruption Perceptions Index van 2023 Suriname op de 87ste plaats zet. Ja? Ik zeg nog geen 87, dat is op de helft. Hè? Het is ietsje boven de helft, 3 punten. Dat blijkt uit productie 15 van gedaagde. En als we dan nog eens een keer naar de grafiek in deze productie 15 kijken, dan deed Suriname dat zelfs onder het laatste kabinet van president Boutersen beter. Hoewel het met Boutersen natuurlijk nooit te voorspellen is of dat wel echt zijn laatste kabinet was. Ook de bevolking van Suriname is teleurgesteld en boos. Dat blijkt uit producties 7 en 16 van de gedachten. Deze bevolking had verwacht dat met de benoeming van president Satoki Suriname een nieuw tijdperk zou ingaan, waarin nepotisme en andere vormen van corruptie geen rol meer spelen. Zij beschuldigen de regering van president Satoki van corruptie of protesteren omdat ze vinden dat de president en zijn regering veel te weinig tegen corruptie doet. Dat blijkt uit onder andere het artikel in de Perron. Dus voor zover de rechter zou concluderen dat de titel van het boek in samenhang met het portret van IJzer de IJzer in verband brengt met corruptie. Dan nog zal het verband feitelijk zijn. De regering waarvan hij aan het hoofd staat, IJzer, deelt bijna de banen uit aan familie. Dat valt onder de definitie van corruptie. De Transparency International die stelt dat is nepotisme. Het land waar president Santokki leiding aan geeft, staat slecht genoteerd op de Corruption Perception Index. Het verband tussen de corruptie en de IJzer wordt al gelegd. Dit doen de gedaagden niet. Dat doet het volk van Suriname. Dat doen organisaties die experts zijn op het gebied van corruptie. Dat verband tussen IJzer en corruptie was er al en kwam niet door de koffer van het boek van gedaagden. Dat ziet men wanneer men naar de datum van de artikelen kijkt. Die liggen allemaal voor de uitgave van het boek in januari 2024. IJzer stelt dat er onvoldoende feitelijke bewijzen zijn voor beschuldiging van corruptie tegen hem. Gedaagden betwisten dat en menen dat ondanks dat zij IJzer zelf nergens van beschuldigen, en ik benadruk dat nog maar eens, uit de producties blijkt dat genoeg feitelijke bewijzen voorhanden zijn voor de beschuldigingen van corruptie. Van of het niet afdoende handelen tegen corruptie door IJzer en of zijn regering. Nou, dan wordt er gesteld dat er een gerechtvaardigde conclusie getrokken kan worden. Dat gedaagde de IJzer enkel in de smaak makende verdenkingsuiting hebben betrokken om zo met minimale inspanningen een groot publiek voor het boek te interesseren en de verkoop daarvan te stimuleren. De risico's van een lichtvaardige, onrechtmatige aantasting van de reputatie van de IJzer daarmee op de koop toenemend. Een prachtige zin, maar de gedaagde betwisten het ten sterkste. En de IJzer heeft nagelaten niet voldoende te onderbouwen en te bewijzen. Uit het gepresenteerde bewijs blijkt verder dat het de IJzer zelf is die zijn eigen reputatie aantast. Dat doet hij zelf. Met betrekking tot de belangenafweging klaagt IJzer namelijk dat het boek een groot publiek bereikt, waardoor het een grote impact heeft. IJzer stelt dat dit grote bereik komt doordat meerdere media over de beschuldigingen in het boek schrijven. Gedaagden betwisten dat. Er wordt door de Surinaamse media niet geschreven over de beschuldigingen in het boek, omdat, zoals de IJzer dat zelf ook stelt, er veel beschuldigingen in het boek tegen hem staan. De
Het wordt anders ondersteund door productie 9 en 13 van gedaagden, waarin wordt aangegeven dat de president nergens van wordt beschuldigd. Ik snap dit niet. Daarnaast is de president Santokki zelf die alle publiciteit voor het boek heeft aangejaagd. Dit gebeurde omdat hij plotsklaps, zonder rechtsgrond, het boek in Suriname verbood. Op eigen houtje, uit eigen naam en uit naam van de president van Suriname. Waarna de president ook nog de schrijver van het boek en zijn uitgever dagvaarde. Dit voorgaande blijkt duidelijk uit artikelen en video's in productie 9, 11, 12 en 13. Daar wordt dat allemaal gezegd. Hierdoor is het boek als een lopend vuurtje illegaal via internet verspreid. Dat heeft die meneer naast mij niet gedaan. Dat komt door alle media-aandacht die de president zelf genereert. Dat wordt ook verklaard door mevrouw Angelique Del Castillo. Ach, hier had ik op moeten oefenen. Castillo die. Ik hoop dat ik niemand beledig. Voormalig ambassadeur van Suriname en voorzitter van de Surinaamse politieke partij DA91. Zij stelt dat dit door alle commotie komt die de president zelf heeft veroorzaakt. Niet de gedachten en zeker niet de beschuldigingen aan de eisen die in het boek zouden staan, die staan er zelfs volgens haar niet in. Oeh, dat komt een hele lange zin. Ik ga deze eventjes anders inpakken. Gedaagde ontkennen te stelligste, dat gedaagde eisen met corruptie in verband brengen. Of als een gegeven presenteren dat de eisen betrokken zou zijn bij productie. Bij corruptie. En al helemaal dat dit de persoonlijke levenssfeer van de eisen raakt. Eisen slaagt er niet in om dat te onderbouwen of te bewijzen dat het een feitelijke uitlating is. En vergeet daarnaast compleet te onderbouwen of te bewijzen dat het zijn persoonlijke levenssfeer raakt. Op geen enkele manier wordt dat onderbouwd. Ook onderbouwd en bewijst eisen helemaal niets over waarom het woord corruptie op hem zou slaan. Er staan op meer mensen staan er op die koffer. Als meneer Van den Berg dat had gewild, dan had hij de president wel in zijn eentje op de koffer gezet. Als hij dacht dat hij degene was die de corruptie ging. Die eisen moeten dus worden afgewezen. Verder staat op de nieuwe koffer een vraagteken, waardoor ook nog eens heel duidelijk is dat het wel een kenbare vraag is die wordt gesteld of er sprake is van corruptie. De eisen stelt dat om welke vorm van corruptie het ook gaat, dat kan worden aangenomen dat het gaat om beschuldigingen van zeer ernstige aard. Gedachte betwisten dat als je claimt dat je wordt beschuldigd van iets, dan zou je toch eerst moeten onderbouwen waarom die beschuldigingen van zeer ernstige aard zijn. Dat kan niet in algemene termen en drogredenen. Dat moet duidelijk beschreven en gemotiveerd worden. Dat is niet gedaan en helemaal niet bewezen. Dan heeft de eiser ook nog iets te zeggen over de... dan heeft de eiser nog iets te zeggen over de uitgever. Gedaagden ontkennen nogmaals dat er sprake is van zeer ernstige beschuldiging. Dat is ook helemaal niet bewezen door de eiser. En wordt door de schrijver van het boek ook niet feitelijk beweerd dat de eiser corrupt is. Dat zegt de eiser zelf ook in het nieuws en in de dagvaarding. Nog zijn de uitlatingen die van Wereld. Dat maakt nergens uit. Over de vraag of ze haar bronnen als betrouwbaar mocht aanmerken, kan de uitgever kort zijn. De bestuurder van de uitgever leeft met de schrijver van het boek. Ze heeft wat in het boek staat opgetekend aan de lijve ondervonden. Dat daarmee heeft zij aan haar plicht als uitgever voldaan. Wat moet ze wel meer doen? Ze was erbij. U identificeert nu, begrijp ik, geval met de uitgeverij? Ja. Ik geef aan dat zij de bestuurder is, ja. Maar tevens de vrouw van de schrijver. Ja. Een van de, maar dat betekent dus dat op zichzelf de juistheid van die stelling niet in discussie staat. Dat er een band is tussen de directie van de uitgeverij en de schrijver. Ja. Dat is, het is zijn vrouw. Oké. Ik denk niet dat de uitgeverij dat ontkennen. Nee. U had het punt kunnen maken dat het een zelfstandige organisatie is met eigen verantwoordelijkheden, dat niet ter zake doet wie daar in de directie zit, maar dat is niet de invalshoek. Nee, de invalshoek is vooral dat zij de vrouw is die het allemaal heeft meegemaakt en gezien. Er wordt door de eiser gesteld dat zij aan fact-checking had moeten doen. Zij heeft het meegemaakt, zij heeft de kogels door de deuren zien gaan. Dus ze heeft een fact-checking gedaan, begrijp ik dat u zegt, en daaruit komt dat het juist is. Ja. Goed, ga nu verder. De
wijzen beroep zich tijdens de belangenafweging plots op de eisen van een onrechtmatige publicatie. Even kijken hoor, ik wil toch nog even terug, want ik was een beetje overvallen door de vraag. Eisers stelt naast de aantasting van de eer en goede naam van eisers geldt het gevaar dat de gepubliceerde beschuldigingen schade kunnen toebrengen aan het gezag en de geloofwaardigheid van eiser als politiek bestuurder. Eiser is als president van Suriname immers van het hoogste niveau. Dit zou zelfs de carrière van eiser negatief kunnen beïnvloeden, al is het alleen maar wegens het effect van waar rook is, is vuur. Gedachten betwisten dat de publicatie schade toebrengt aan het gezag en de geloofwaardigheid van de eiser als politiek bestuurder. Ook wordt niet voldoende gemotiveerd, laat staan bewezen door de president, dat deze schade zich ook echt voordoet. Ik heb geen enkele schade gezien in de hele dagvaarding. Hij zegt daarover zelf, het zou kunnen. Gedachten betwisten het. De ernst van het verwachte gevolgen voor de eiser op wie de foto... en de context van de koffer betrekking heeft, is daarnaast niet zo groot. Zeker niet in vergelijking met de gevolgen die hij aan de hand van de publicatie van het boek zelf over zich heen roept. De kans is namelijk veel groter dat de schade die eisen mogelijk lijkt, het zou kunnen volgens de eisen, dat hij in zijn gezag en geloofwaardigheid voorkomt uit de vele malen dat hij en zijn regering met corruptie in verband worden gebracht, blijkt als de producties 4, 5, 7 en 14 van gedaagden, of een gebrekkig optreden van hem of zijn regering tegen corruptie en nepotisme, zoals blijkt uit productie 16 van gedaagden. En alle daden die hij verricht om op onrechtmatige wijze de publicatie van het boek ongedaan te maken. Zoals blijkt uit producties 9, 10, 11, 12 en 13 van gedaagden. Dat zijn er nogal wat, hè? Die gaan allemaal over hoe eisen met zijn gedrag de schijnwerper op Suriname en zichzelf richt als het gaat om negatieve associaties met corruptie. Dat doet niet die meneer naast me, dat doet niet de uitgeverij. Dat doet helaas de president zelf. Eisen beroept zich tijdens de belangafweging plots op de eisen voor een onrechtmatige publicatie. De weg naar de onrechtmatige publicatie wordt echter bewandeld via 662 burgerlijk wetboek. In samenhang met artikel 8 EVRM. Eisen heeft niets gesteld met betrekking tot dit artikel. Hij heeft ook niet laten zien hoe de voorwaarden voor een succesvol beroep op de onrechtmatige daad uit 662 BW zouden worden ingevuld. Alleen daarom moet een beroep hierop worden afgewezen. Voor zover de rechter tot de conclusie komt dat het wel een succesvol beroep door eisen is op een onrechtmatige daad. Het volgende. Volgens vaste jurisprudentie van het ANM moet om de vraag te beantwoorden of er sprake is van een onrechtmatige publicatie, eerst onderzocht worden of het gaat om een uiting die afbreuk doet aan de eer en goede naam. En pas als dat het geval blijkt, of deze aantasting inbreuk onrechtmatig is, in de zin dat deze noodloos grievend of diffamerend is. Gedaagden hebben net succesvol bepleit dat er geen afbreuk aan de eer en goede naam is van de eiser, waardoor de rechter niet toekomt of zou moeten toekomen aan de vraag over de onrechtmatigheid in de zin dat deze noodloos, grievend of diffamerend is. De eiser betwist dat laatste dan ook nog eens. Het is onvoldoende onderbouwd en niet bewezen door eiser. De belangenafweging met betrekking tot de inbreuk op het portretrecht of een onrechtmatige publicatie is hoe dan ook erg casuïstisch. Er kan erbij natuurlijk absoluut naar rechtsregels uit eerdere uitspraken gekeken en verwezen worden. En soms zijn deze ook toepasbaar op een zaak, maar de zaak zal elke keer een andere vorm aannemen. Hij moet dus op zijn eigen merites worden beoordeeld, waardoor verschillende rechtsregels een verschillend gewicht krijgen per zaak. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Gedaagden hebben de grenzen van vrijheid van meningsuiting in het publieke debat niet overschreden. De uiting door middel van het portret op de koffer en in het boek als een hoofdrolspeler is geen beschuldiging. Mocht de rechter tot de conclusie komen dat er in deze context eiser in verband wordt gebracht met corruptie of daadwerkelijk beschuldigd wordt, dan weegt het belang van deze uiting nog steeds zwaarder dan de door eiser gestelde, maar niet onderbouwde schade die hij zou kunnen leiden. Zoals uit de inleiding blijkt, maar ook uit de vele producties die zijn overlegd, smacht het volk naar antwoorden. Suriname is een land dat al jaren geteisterd wordt door misdaden op politiek niveau.
gedachten geven, in het boek informatie die jullie inzicht in geven. In het belang dat niet door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan. Dat is een nobel doel. Tegelijkertijd wordt hiermee het belang van ondernemers die zich willen vestigen in Suriname of zijn gevestigd in Suriname ingevuld. Zij kunnen zich spiegelen aan dit boek. Zij kunnen zich afvragen, zijn mijn ervaringen hetzelfde? Moet ik mij hiertegen verzetten? En wat zijn dan de gevolgen? Het boek vertelt het. Die vragen kunnen ze aan de hand van het verhaal in het boek zelf beantwoorden. Die vragen zullen ze niet vanuit de overheid beantwoord krijgen. Zeker niet vanuit een overheid die zulke boeken wil verbieden. Ze hebben het belang bij om te weten wie in dat boek allemaal aan bod komt. Zodat zij kunnen overwegen of de informatie in het boek aan hun behoeften voldoet. Daardoor is er een zwaarwegend belang dat de president van Suriname op die koffer staat en wordt genoemd als hoofdpersoon. De ernst misschien vanuit het algemeen belang van de misstanden die de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, is namelijk groot. Die schrijver zelf heeft er belang bij dat zijn verhaal naar buiten komt. En daarvoor is het van belang dat de geïnteresseerde lezer vooraf door middel van de koffer weet dat de president een hoofdrol speelt in het verhaal. Een hele mooie volgens de eiser zelf. Dan is het niet zozeer een financieel belang voor de gedaagde schrijver, als je beseft dat het boek in pdf-vorm met razende snelheid wordt verspreid. Maar een commercieel belang is evengoed een belang, waar de gedaagde een beroep op mogen doen. Het boek in de koffer geven de gedaagde schrijver echter de wetenschap dat hij, met zijn ervaringen en het verhaal dat hij schreef, bijdraagt aan het publiek debat. Dat alles wat hem overkomen is, niet voor niets is geweest. Dat is een zeer zwaarwegend belang. Het belang van de gedaagde is er verder met name in gelegen dat hij zich als schrijver, maar ook de uitgever, in het openbaar kritisch, informerend, opinerend en waarschuwend moeten kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Dit alles weegt zwaarder dan het gestelde, maar nooit onderbouwd of bewezen, inbreuk op het belang van de eiser van eerbiediging van het privéleven. Anders gezegd, het recht op de bescherming van de eer en goede naam. Dit geldt des te meer omdat een ambtenaar van het allerhoogste niveau, de president van een staat, zich nu eenmaal meer zal moeten laten welgevallen dan een niet-publiekelijk persoon. De eiser heeft dit ook benoemd. Hij heeft zichzelf zijn arrest bij gehad. Maar ook omdat het hier gaat om een weergave van de eiser in de uitoefening van zijn functie als president. Niet uit het privéleven van een persoon die geen officiële functie uitoefent. De Europese rechtspraak heeft immers duidelijk gemaakt dat hier onderscheid tussen moet worden gemaakt. En dat dan de eerste meer te verstaan zal moeten hebben dan de tweede. Ik kom bijna bij mijn conclusie. Met betrekking tot de gemiddelde lezer, die met gemiddelde aandacht van het portret in het context van de koffer en de benoeming van de president tot hoofdrolspeler kennis neemt, die gemiddelde lezer maakt daar zeker niet uit op dat de president corrupt is. Het gezegde is niet voor niets, beoordeel een boek niet op zijn kaft. Dat is publieke kennis, maar toch staan we hier. Van belang daarbij is dat het gerechtshof al heeft beslist dat de kop van een artikel, en daarmee volgens de gedaagde ook de titel van het boek, suggestief mag zijn en een link mag leggen tussen personen en dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zolang maar uit de publicatie blijkt welke link met de persoon dit werkelijk is. De kop, of in dit geval de titel, heeft namelijk als doel de aandacht van het publiek te trekken. Wat zegt het over? Daarom maken de schrijvers en uitgevers van de boeken afgebeeld in producties 19, 20 en 21, inderdaad de presidenten die allemaal staan afgebeeld op een niet welvallige manier, die schrijvers daarvan, die maken zich op dit moment waarschijnlijk niet druk, maar ze zullen wel aandachtig uw uitspraak meelezen. De eisen zichzelf, het gaat om context. Het gaat om context. Die context die is veel groter dan alleen de koffer. Dat weet de gemiddelde persoon die koffer ziet, die weet dat ook. Er is niemand die naar huis loopt en zegt, wat ik nu toch op de koffer heb gezien? Een fout van de president, dus hij is corrupt. Dat is niet waar.
Eisner heeft dan ook nog eens niet onderbouwd en dus niet bewezen dat er een minder ingrijpende manier was om duidelijk te maken dat de Eisner een hoofdrol speelt in het boek dan hem op de koffer te plaatsen en als hoofdrolspeler te benoemen. De gedaagde betwisten dan ook dat dit zo is. Alleen daardoor al moet het beroep op een schending van het portretrecht van de Eisner worden verworpen. Daarbij, het kon niet op een minder ingrijpende manier. De foto van de Eisner en de benoeming van hem als hoofdrolspeler is al de minst ingrijpende manier om de president te introduceren in het boek. De enige andere optie was om de foto helemaal weg te laten op de koffer. Maar dan wordt niet duidelijk dat de president een hoofdrol speelt in het verhaal. Wat noodzakelijk is om iedereen aan te spreken die de informatie wil hebben over het land Suriname en de werking van de democratie in Suriname en alles wat en iedereen die op je pad kan komen als ondernemer in Suriname. Zoals bijvoorbeeld de president van Suriname. Conclusie is, Eisner dient niet ontvankelijk te worden verklaard. Alle vorderingen van Eisner moeten worden afgewezen. En de Eisner dient veroordeeld te worden in alle kosten van het kortgeding, inclusief de nakosten. Voor zover wel besluit om de door Eisner gestelde gevraagde dwangsom toe te kennen, wordt verzocht deze ernstig te matigen naar een meer realistisch bedrag voor de gedachte. Even in praktische zin. Ik hoorde u tussendoor zeggen dat de hele eerste oplage is uitverkocht. Ja. Zijn dat allemaal verkopen aan particulieren of is er in, over Nederland hebben het, hè? Zijn dat allemaal verkopen aan particulieren? Er zijn... Als u in de microfoon wil praten alsjeblieft. Sorry. Er zijn 28 boeken aan één boekhandel verkocht, maar dat is in het begin. Die hebben meer gevraagd en dat hebben wij niet geleverd. Al het andere is allemaal particulieren. Okay. Er zijn geen boekhandels in mijn bestand voor de rest. En die ene boekhandel is wel een boekhandel die in Nederland een winkel heeft? Ja, die heeft in Nederland een winkel en die wilde meer boeken hebben, want ook hij is uitverkocht, maar dat hebben wij niet geleverd. Oké. Okay. En wat er dus nu nog te krijgen is, is met die nieuwe cover. Is correct. En kennelijk is er daarnaast een stroom, uw advocaat noemde dat, illegaal en pdf en via internet. Maar als ik het goed begrijp, is dat door u niet te controleren en ook door de uitgever niet te controleren stroom waar u ook verder geen gegevens over hebt en ook geen geld aan verdient. Totaal niet. Ik moet u ook zeggen, wij staan ook niet achter die pdf-serie, omdat de bladzijden kloppen niet. Dus er is iets aan veranderd. Er is, ik weet niet wat, maar er zou ook 216 bladzijden moeten controleren. Ik wil ze liever verkopen en niet uitdelen. Ik heb daar... Dat is al zoveel keer gedeeld, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Oké, okay. Nee, dat was de volgende vraag inderdaad. Hebt u dan een idee waar het vandaan komt, maar dat weet u niet. Nee. Dan nog even de kwestie van de bewindvoering. Er was sprake van dat kennelijk een paar dagen geleden een zitting zou zijn waar mogelijkerwijs WSNP aan de orde zou zijn. Dat is niet doorgegaan? Nee, die zaak is ingetrokken. Misschien heeft u het een stukje gezien, ook onder bewindvoering is door de bewindvoering aan mij ook ingetrokken. En de griffierechter zijn reeds daarvoor betaald. Ja, nou ja, is ingetrokken, er is een verzoek gedaan. Maar is dat verzoek toegewezen? Het is afgelopen dinsdag of nee, verleden week dinsdag is het ingediend. Ja. Maar omdat het een vrijwillig bewind was, verwachten we eigenlijk vandaag morgen de beschikking daarop. Maar daar hebt u nog geen beschikking van gekregen? Nee, dat nee. Dan kijk ik even naar uw advocaat. Zolang dat bewind niet feitelijk is ingetrokken, is dat dus een rechtsfeit. En dan hebben wij een probleem waar het gaat om alle financiële componenten van een eventuele veroordeling. Nou komt u niet namens de bewindvoerder, denk ik. Ja. Maar hebt u wel contact gehad met de bewindvoerder over hoe daartegen aangekregen wordt? Nee, zij heeft eigenlijk zichzelf meteen gestraald op de gedachte, ik kom niet. Ja. Ik vind dat zelf erg jammer.
Ja, de rechter heeft zelf ook bevestigd dat de gedaagde die naast mij zit bevoegd is voor beschikkingshandelingen. En dat hij daar geen toestemming voor nodig heeft, zolang ze het daarover eens zijn. Ik weet niet helemaal zeker wat u daarmee bedoelt, dat bewind is op dit moment nog van kracht. Ja, de bewindvoerder heeft, voor zover ik begrepen, een brief gestuurd aan de rechtbank. Ja. En de rechter heeft daarin geoordeeld dat het bewind zijn beschikkingshandelingen niet buiten werking stelt. Hij is gewoon bevoegd om beschikkingshandelingen te plegen. Ja, nee, maar het gaat even, laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Het gaat natuurlijk met name om de banksom. Ja, precies. Stel voor dat er een verbod zou zijn en stel voor dat er een banksom op wordt gesteld, dan is dat, daar kunnen we lang en kort over praten, een financiële verplichting. En daar is, zolang dat bewind voortduurt, natuurlijk een probleem mee. En ik vroeg mij af of daarover contact is geweest. Want om heel eerlijk te zijn, vond ik de correspondentie vanuit de bewindvoerder niet heel erg helder op dat punt. Maar daar is verder niks over afgesproken. Ik ben er gewoon van uitgegaan, omdat het een vrijwillig bewind was, zou dat heel snel zijn afgelopen en doet de probleem zich ten tijde van de aanspraak al niet meer voor. Is dat eigenlijk gedachte? Vraagt u het mij? Nou ja, nu allebei, ik weet niet. Nee, ik ben ergens vanuit gegaan. Je hebt er nergens vanuit. Nee, ik heb zowel mijn cliënten, of ik heb mijn cliënten, heb ik uitdrukkelijk verzocht om in ieder geval de bewindvoerder te bewegen om wel naar de rechtbank te komen. Ja, en dat is niet gelukt. Nee, ik kan haar niet winnen. Nee. Nou, goed, dat is dan zoals het is. Voor wat betreft die vorderingen zoals ze zijn geformuleerd, u heeft natuurlijk uitgebreid geleerd deze gevoerd. Maar als we even nalopen de inhoud daarvan, is er dan inhoudelijk gesproken tegen de tekst van die rectificatie zoals die wordt voorgesteld bezwaar? Ik zal maar even de tekst erbij halen. Weet je toevallig uit uw hoofd? Even kijken hoor. Hij zit bij 3 en 4 van het petitum. Ja, het is even onduidelijk of nou pagina 11 of pagina 12 aan de orde is. Mevrouw de president, dat heb ik in een voetnoot in de pleitnoot aangegeven. Het gaat om pagina 11. Ja, door zelfstorende verschrijving geweest. Moeten wij dan ook zo gewijzigd lezen in het petitum? Alsjeblieft. Pagina 12 is een plaatje van een huis. Precies, en pagina 11, daar gaat het om. Stel voor dat we die kant op gaan, ik wil helemaal niet zeggen dat dat zo is, maar stel voor, dan wil ik wel graag uw visie op die tekst. Of zegt u, nou ja, als het dan toch moet, de tekst waar wij dan mee kunnen leven. Nou, ze spreken over meerdere teksten. 1, 2. Ja, het gaat om dezelfde tekst bij die twee teksten. Ja, dat is gewoon dezelfde tekst, ja. Ik moet eerlijk zeggen, als dit in lijn is met hoe je beslist, dan is er geen bezwaar. Als het niet in lijn is met hoe je beslist, dan pas ik het aan. Maar ja, het gaat er meer om deze, hier zitten geen elementen in waarvan u zegt, hoe dan ook vinden wij dat anders geformuleerd moet worden. En het is mij helder dat u zich op het standpunt stelt, er staan helemaal geen beschuldigingen in, dus zit nu helemaal niet. Maar het gaat meer om voor het geval dat. Okay. Nou ja, wat ik wel eventjes wil opmerken is, de eiser wil graag dat het op waterkant wordt gezet. Ja. Yeah. Op waterkant staat al uitgebreid de advocaat van de eiser, die zegt er is helemaal niks aan de hand in het boek. Dus die hele beschuldiging die staat daar niet in. Dat zegt hij in de waterkant. Dus ik zie het niet van de publicatie op de waterkant waar al is bevestigd dat daar geen beschuldiging is dan. Ja, normaal gesproken worden dit soort rectificaties
wordt daarvan voorgesteld om die te plaatsen in de media die ook aandacht hebben besteed aan het oorspronkelijke bericht. Dus als het in de Volkskrant heeft gestaan, dan komt de rectificatie in de Volkskrant. En als het op een online medium heeft gestaan, komt de rectificatie op het online medium. Dus ik neem aan dat dat de gedachte is geweest en dat daar niks diepers achter zit. Klopt, dat is de gedachte geweest. Ja. Het is verschenen op Waterkant, op Staarnieuws en in Dagblad Suriname. Ik stel vooraf vast dat het geen belang heeft om het op Waterkant nog te zetten. De president wil hier helemaal niet mee geassocieerd worden. Hij heeft er verschrikkelijk last van. Ja. Nee, maar wil je rectificatie, zodat iedereen nog een keer kan lezen dat de beschuldigingen in het boek zouden gestaan hebben. Wat denk je dat dat doet? Nou ja, dat is altijd een afweging die IJssel voor zichzelf moet maken. Maar ik had eigenlijk, zonder u nou op gedachten te brengen die u zelf ook niet had, maar ik had eigenlijk verwacht dat u zou zeggen, we hebben dat helemaal niet in onze macht om dat daar te laten plaatsen. Even lachbaar. Ik heb zelf één advertentie destijds in de Surinaamse krant laten zetten. Yeah. Dagblad Suriname. Yeah. En daar kan ik gewoon opdracht geven. Dan krijg ik een foto van en het wordt betaald. Zeker. En die andere bladen, dat zijn geen dagbladen. Ik heb daar geen toegang toe. Dus mocht u beslissen voor een rectificatie, dan zou ik me alleen maar willen houden, als dat mogelijk is, aan Dagblad Suriname. Die ook de advertentie heb geplaatst van te koop in Suriname. Dan mag u dat natuurlijk gerust doen, maar ik ga niet over wat er in Suriname in de krant komt. Dus het gaat er met name om wat we hier in Nederland. En online is natuurlijk de wereld wat simpeler. Dus alles kan hier online ook geraadpleegd worden. Maar hebt u verder of heeft de uitgever banden met Waterkant? Het is een Surinaams nieuwsblad. U hebt daar verder geen banden. U zit daar niet in de redactie. Er zijn geen kortere lijntjes. Dat is gewoon wat u betreft een externe partij. En die rectificatie wordt ook echt maar op twee plaatsen aangevraagd in de dagvaarding. Het wordt niet gevraagd om dat in alle media te doen. Nee. Het wordt op twee plaatsen gevraagd. De ene is Waterkrant, waarvan we hebben vastgesteld dat die al langer weten dat het boek op enig moment op Waterkrant verschenen is. En dat Waterkrant ook direct contact heeft gehad met meneer Van den Berg. Ik meen zelf dat het gaat om het artikel dat ik heb overgelegd of een artikel dat eerder verschenen is. Vandaar die vermelding en dan niet de vermelding van bijvoorbeeld de LinkedIn-pagina die meneer zelf in de hand heeft. Nee, dat heb ik niet. Nee. En hoe moet ik aankijken tegen het dagblad Suriname, voor zover dat gaat om de uitgave daarvan in Suriname? Ik heb meneer Van den Berg net horen zeggen dat hij in het kader van de promotie van het boek Dagblad Suriname een opdracht heeft gegeven om een advertentie te plaatsen van het boek, waar een factuur voor gekregen heeft. Ik heb op een eerdere vraag gezegd dat het geen gevorderd wordt, met name het verbod zich beperkt uiteraard tot Nederland. Wat betreft de rectificatie richting Dagblad Suriname, op dat punt refereer ik me dan aan het oordeel. Maar ik geef wel aan dat meneer het in ieder geval in zijn macht heeft als het zover komt. Het is meer dat ik niet zo zeer de bevoegdheid heb om te bepalen wat er in Suriname in de krant komt. Nou weet ik niet of je Dagblad Suriname in Nederland kunt kopen als je wilt. Zou best eens kunnen zijn dat wel kan. Digitaal, als het duur zeggen. Want dat is niet op papier. Maar digitaal kan dat in Nederland wel worden besteld. Ja, besteld, gratis. Ja. Maar is dat een abonnementsconstructie of kan gewoon digitaal worden geraadpleegd? Oké. Wat zou u bij wijze van de repliek willen zeggen? En het zou fijn zijn als u, en dat geldt voor u allebei, uw commentaar wat kort zou kunnen houden met het oog op de zaak hierna. Ja, mevrouw de president, ik heb heel wat gehoord. Als eerste het spoedeisend belang. Nou, het spoedeisend belang, dat is bij dit soort zaken
Of een vergelijkbaar feitencomplex en vergelijkbare vorderingen. Dat is vaak een gegeven voor de griffier. Heb ik een uitspraak nog van de rechtbank Noord-Holland, 24 september 2021, met het ECLI-nummer NL-RB-NNE 2021.4102 en dan rechtsoverweging 4.4. Dan iets over die gevorderde rectificatie, waar is het een en ander over gezegd dat er geen spoedeisend belang zou zijn en dat alles opnieuw opgerakeld zou worden. Het uitgangspunt bij onrechtmatige publicatie in de dagbladen is geënt op twee onderdelen. Aan de ene kant de onrechtmatige publicatie en aan de andere kant de inbreuk op het auteursrecht. Het uitgangspunt bij onrechtmatige publicatie is dat de benadeelde het recht heeft op een rectificatie. Aan de andere kant heeft aangevoerd van ja, dat belang is er niet, maar dat een rectificatie maakt dat een artikel opnieuw of zijn item opnieuw onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, dat maakt niet dat er geen belang is bij een rectificatie. Dan zegt de eiser, ja, de dagbladen, dat zegt hij in het, pagina 2, meen ik, die is geënt op enkele portretrecht. Ik heb al aangegeven, de onrechtmatige daad, meneer Van den Berg, aan de ene kant, die handelt als schrijver, onrechtmatig door het boek te vervaardigen, daar reclame voor te maken. Invest International handelt onrechtmatig door het boek op de markt te brengen en te verspreiden. Ja, ik kan wel alle elementen van een onrechtmatige daad hier gaan bespreken. Er is een onrechtmatige daad, er wordt indruk gemaakt op de eer en goede naam. Ja, daar hoeft u niet naar op in. Nee, dat dacht ik al. Even kijken. Ik heb het spoedeisend belang gehad. Ik heb de onrechtmatige publicatie gehad. Dan iets over kort de producties. Productie 1, productie 2, productie 4. 5, over de griffier, wat mij betreft geen relevantie, want als ik naar de producties kijk, volgt die passages niet een door gedaagde gesuggereerd verband met corruptie of geweldsbestrijding op om te zeggen, feitelijke gebeurtenissen die als zodanig kunnen worden gekwalificeerd. Productie 7, dat is een opinie van de inzender en is niet ondersteund door enig feitelijk materiaal. Productie 8, was me niet duidelijk en is me niet duidelijk waarom die productie in het geding is gebracht. Maar als de reden is dat de publicatie nu dus over aandacht heeft gekregen als gevolg van de aandacht die McLuhan zelf heeft gezocht, dan betoog ik dat de publicatie al veel aandacht kreeg voordat dit artikel is gepubliceerd, of althans dit boek. En mijn cliënt eerst met minder zware middelen dan de gevorderde bevelen geprobeerd heeft om een einde te maken aan die verdere verspreiding van ontoereikend gefundeerde beschuldigingen aan het adres. Ja, productie 14 bijvoorbeeld. Onduidelijk is hoe deze schermafbeelding gelezen moet worden en hoe deze de argumenten kracht bij kunnen zetten van de medepartij. Productie 15. Wat mij betreft duidelijk is dat corruptie kan zien op een aantal zeer ingrijpende, diffamerende, in veel gevallen criminele activiteiten. Ik verwijs ook naar de dagvaarding, de tijd, aantekeningen en de jurisprudentie op dat punt.
Ja, met Pieter Killer in het Kremlin, Josef Vermin, denkt de rechtvaardige dat zij zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van Dejan Santoki op de kaart hebben kunnen zetten, gaan ze wat mij betreft voorbij aan het gegeven dat de kwalificatie van Killer of Dunder nog niet suggereert dat de betrokken persoon ook niet rechtelijk heeft gehandeld. En daarnaast impliceert de ondertitel van het afgebeelde boek dat het boek inhoudelijk verslag doet over de rol van de als Killer bestempelde figuur, Dmitri Vladimir Poetin. En het is heel wat mogelijk dat het verslag het gegeven etiket rechtvaardig anders dan in de voorliggende situatie waar het hier over hebben het geval is. Ja, vele meerder in de Orient Express. Poetin 23 nog even. Het vraagteken achter de titel corruptie op het hoogste niveau, ja, dat is, dat wordt niet consequent door gedaarden zelf gevoerd, sterker nog, men zegt iets dat men daar in een latere versie vanaf heeft gezien, maar gelijktijdig wordt diezelfde titel zonder vraagteken aangehaald en dat verwijs ik naar productie 25 van Gedaagde van den Berg. En daarnaast speelt de rol dat op de achterkant van het boek naar moordaanslagen wordt verwezen en dat dit in combinatie met de wapens en afbeelding van mijn cliënt op de voorkant de suggestie kan wekken dat hij betrokken is bij bij moordaanslagen. Ik lees even de zin voor. Het verhaal sloeg om in een thriller van corruptie, leugens en bedrog, moordaanslagen en rechtszaken, machtige miljonairs en machteloze leiders. Voor de zoveelste keer bleek de werkelijke macht in Suriname niet te liggen bij de drie machten. In hoeverre is dat nou diffamerend tegenover de president? Nou, wat ik heb aangegeven, ik heb niet gezegd dat wat waar het bij ons om gaat is de voorpagina, de omslag met pagina 11. Ja. Maar wat ik heb aangevoerd is, er wordt nu als productie 23 een afbeelding overgelegd. Kijk maar, dit wordt in een cover met een vraagteken. Daarvan zeg ik, dat wordt niet consequent doorgevoerd, want als ik kijk naar productie 25, dan is het vraagteken daar niet in de orde. En nogmaals, in combinatie, er wordt moordaanslagen in combinatie nogmaals met wapens op de voorkant een kogel en de afbeelding, kan ook de suggestie wekken dat cliënt betrokken is bij moordaanslagen. De laatste puntje nog een goed cliënt stelt zich op het standpunt dat hij recht heeft, niet het recht van hem als geportretteerde om op basis van zijn privacy belang op te treden tegen de ongewenste openbaarmaking van zijn portret. En dat is door de wetgever typisch bedoeld voor situaties waarin de geportretteerde op een bezwaarlijke manier is afgebeeld. De wijze waarop dat hier is gedaan, dat is onjuist en dat schetst een onjuist en onacceptabel beeld. En de gebruikte context, de corruptie op het hoogste niveau, kan dit onjuiste en onacceptabele beeld de kracht bijzetten. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Damsabia, wilt u daar nog iets aan toevoegen? Graag in de microfoon ook. Ja. Nee, mevrouw de rechter, ik denk dat het uitstekend voor is van de advocaat. Ik denk dat het ons vooral gaat om de eisen rondom de cover en de foto in de pagina. Dat is onze belangrijkste. Dat is waar het om gaat. Ja. Wat men verder schrijft, dat is up to him. Oké, dank u wel. Duplik. Ik ga het kort houden. Ik hoop dat er actie wordt genomen dat de eisen niet stelt dat de president in zijn ambten wel ontvankelijk is. Er worden een aantal dingen over de predicties opgegooid. Ik ga die niet allemaal één voor één weer ontkrachten, maar dat is een herhaling van zitten. Gedachten blijft bij hoe hij dat heeft gesteld in zijn pleitnota.
Hoewel ook even zo ingaan op de titel van Killer, waarvan IJzer Moerijn staat, dat niet op die president zou slaan. Om een of andere reden slaat Killer niet automatisch op de president, maar corruptie slaat wel automatisch op de president op de koffer van de meneer die naast mij zit. Dat is onbegrijpelijk. De achterkant wordt ineens aangehaald. Gelukkig geeft de ambassadeur aan dat het helemaal niet om de achterkant draait. Het is omdat in het geding geweest. Omdat we ons binnen de grenzen houden van het gestelde. En dat is de koffer. En het feit dat de president als hoofdrolspeler wordt genoemd. Dat is waar het om gaat. Dat is waar de dagvaarding om draait. Dat is wat er gesteld is. Dus de achterkant is helemaal niet in het geding. Ja, dan iets heel opmerkelijks. Productie 25 wordt meerdere keren benoemd. Ik hoop dat u er ook nog even naar wil kijken. Daar staat toch duidelijk een vraagteken achter. Misschien een zwart-wit pagina afgedrukt, dat het minder duidelijk is voor de eiser. Maar als je naar productie 25 kijkt, de link waar verwezen wordt naar het boek, dan zie je een foto met een vraagteken. Dus ik begrijp niet waar het over gaat. Wat ik al heb gezegd, ik wil het kort houden. De gedaagde blijft bij wat hij heeft gesteld in de dagvaarding. Die gaat nu nog eens een keer al in de dagvaarding. In de pleitmotor. Dank u wel. Die vraag scherper dan ik. Ik hoop dat het volgende keer anders is. Of andersom in ieder geval. Ik laat het erbij. Meneer Berg, is er nog iets wat u wilt toevoegen? Ook graag in de microfoon. Nee, we gaan afwachten. Voldoende uitgelegd allemaal. Zeer zeker. Ja. En even voor de goede orde. Deze versie zonder vraagteken, daar komt geen nieuwe druk van. Dat is correct. Dan krijgt u over 2 weken. En dan is het. Even zien. 6 maart krijgt u een uitspraak. Daar wordt geen zitting voor gelast. Die wordt gewoon opgestuurd naar de advocaten. En dan kunnen de advocaten dat aan hun cliënten doorgeven. Dank voor uw komst. Deze zitting is gesloten.